Veel personele problemen voor Rijnsburgse Boys trainer Nick Oosterlee. Zo kan hij niet beschikken over de geschorste Joël Tillema en Resham Sadar. Zijn Riley Ignacio en Jeffrey Koemans geblesseerd. En ook Bart Vreeken en Joost Leonard niet van de partij tegen de nummer 10 Capelle. Eerder dit seizoen wist Rijnsburgse Boys in Capelle met 2-1 te winnen. En de ploeg strijdt nog altijd voor plek 7. 15 minuten gespeeld en daar breekt Jeffrey Vlug, aanvaller van Rijnsburgse Boys, zijn pols. Inzet was van Frank Karreman, de verdediger van Capelle. En hij schreeuwt het uit van de pijn. Kan ook niet verder en zijn vervanger heet René Troost. Troost gaat spelen op het middenveld en van de vijver wordt een valse linksbuiten. Dat betekent dat Wijks naar de rechterkant verhuist. Corner voor Capelle dat vorige week in eigen huis gelijk speelde tegen Scheveningen. Speelt eigenlijk niet meer mee voor de bovenste plaatsen. Degraderen kan ook niet. En dus is het seizoen klaar voor Capelle en ook voor hem. Hij moet naar het ziekenhuis om zijn pols te laten zetten. Van Ewijk is de spits bij afwezigheid van Leonard. Geeft de bal mee aan Wijks. Wijks voor en een prima kopbal van Danny van der Vijver. En zo staat het 1-0 voor Rijnsburgse Boys. En dat na 20 minuten spelen. Goeie voorzet van Wijks. Die is verhuisd naar de rechterkant omdat Vlug eruit is. En de valse linksbuiten van vanmiddag, Danny van der Vijver, scoort zijn 62e in dienst van Rijnsburgse Boys. Wijks weg aan de rechterkant. Sleept er een corner uit. Korte corner, variant met Martin van Ewijk. Gespeeld een minuut of 28. Zoeken naar Troost. Wegwerken is slecht van Capelle. Dan kan de rechtsback van Rijnsburgse Boys Gielissen schieten. En is de tweede bal voor Nick Kuipers. En hij maakt 2-0. Binnen het half uur staat Rijnsburgse Boys op voorsprong. En doet het eigenlijk wat het moet doen. De druk behouden op GVVV. En zorgen dat je volgende week in de wedstrijd in Veenendaal weet te winnen. Dan is de 7e plaats in de topklasse zeker gesteld. Dan gaat Rijnsburgse Boys net als Katwijk en hopelijk ook VVSB dat het morgen moet doen naar de tweede divisie. Van Ewijk draait gelijk in de aanname. Goed gedaan. Van Ewijk met een stiftbal en die bal wordt van de lijn gehaald door Karreman, de aanvoerder van Capelle. Van Ewijk vult de spitspositie goed in tegen Capelle. Hij is dus de vervanger van Leonard. Hier vanwege privéomstandigheden niet bij kon zijn. Van Ewijk naar Hessing. Hessing naar Van Ewijk. Van Ewijk naar Hessing. Hessing naar Van Ewijk. Dit ziet er fantastisch uit. En dit is een waanzinnige afronding van Martin Van Ewijk. Snijdt samen met Jeroen Hessing als een scherp mes door een zacht pakje boter. Goed kaatswerk van beide heren. En de verdedigers van Capelle worden het bos ingestuurd door de firma Hessing en Van Ewijk. Heerlijke straatvoetballer of zaalvoetballer, zo u wilt, in de selectie van Nick Oosterlee. Volgend jaar te bewonderen op Ter Spekke bij FC Lisse. 3-0 de ruststand bij Rijnsburgse Boys Capelle en bij IJsselmeervogels GVVV 1-1. En met die stand gaat Rijnsburg over GVVV heen. Maakt voor volgende week niet uit, want de winnaar is dan zeker van de 7e plek en dus een ticket voor de tweede divisie. Tweede helft met een vrije trap voor Capelle. En die komt daar op het hoofd van Karreman. Die komt na 77 minuten de 3-1 binnen. Frustratie bij Van Nieuwkoop, dat is logisch. Want Rijnsburgse Boys freewheelt langzaam naar het einde van de wedstrijd. Maar een clean sheet zit er niet in voor Van Nieuwkoop. Karreman met de 3-1. Capelle gelooft dan in meer. En Rijnsburg wordt wat paniekeriger. Dit is een goede redding van doelman Richard van Nieuwkoop op de inzet van Joey Klein. Corner voor de nummer 10 uit de topklasse. Wegwerken is van Hessing. Dan komt de bal terecht bij Klein. Brengt hem opnieuw in. Zoekend naar een vrijstaande medespeler. Die wordt gevonden. En uiteindelijk is het Dams die de bal binnenschiet. 3-2. Met op de klok nog 8 minuten te gaan. De redding is er van Nieuwkoop. En uiteindelijk is het Stefan Dams die de bal snoeihard in de touwen schiet. En dan is het 3-2. En wordt het wat paniekerig bij Rijnsburg. Van Ewijk, heeft hij nog zo'n bevlieging? Van Ewijk over de knie en dan een vrije trap voor Rijnsburgse Boys. Ideale plek voor Martin van Ewijk of bijvoorbeeld voor Nick Kuipers. Die volgend jaar bij De Dijk speelt in Amsterdam. Het wordt Kuipers, maar zijn vrije trap gaat over het doel van keeper Vervoort.
Rijnsburgse Boys komt niet meer in de problemen. Doet wat het moet doen, namelijk winnen van Capelle met 3-2. En stapt volgende week met veel vertrouwen in de bus naar Veenendaal. Ja, natuurlijk gaat het lukken. Anders hoeven we er niet aan te beginnen. Dus we hebben volgende week alles aan boord, hoop ik. En Tillema terug, Sedar terug. Joost die er vandaag niet was, hebben we er dan weer bij. We hadden vandaag natuurlijk wel wat probleempjes op te lossen.